Deze beschouwing. Die gaat over onderwijs. En het nut daarvan. Of het onnut. Ja, zo, zoiets. Ik, ik moet nog even een pakkende titel gaan verzinnen. Maar daar kom ik wel op in de loop van de, deze beschouwing. Ik weet precies waar ik het over ga hebben, by the way. Dus uh, goed voorbereid in die zin. Wat heb je nou aan onderwijs? Dat is eigenlijk. Dat, dat, dat is de vraag. Daar ga ik het lekker een uurtje over hebben. Ik heb een pot thee erbij. Het is zondagochtend. Het is zeven minuten over negen. Ik ga vandaag nog programmeren. En om half vijf heb ik een soort van sollicitatiegesprek. En dan word ik gebeld. Of geskypt. Door Rachel Silverstein. Ik denk dat dat een Joodse vrouw is. Dat kan bijna niet anders. Maar wie weet wat er nou weer in mijn leven gaat veranderen. Maar anyway. Ik heb er nog een hele hoop te doen vandaag. En nu nog niet hoor. Ik heb heerlijk geslapen. En het is allemaal tof man. En onderwijs is toch een erg belangrijk onderwerp om het over te hebben. En ik heb een hele hoop onderwijs genoten, dus ik weet waar ik het over heb als ik het heb over onderwijs. Zo, man, ik heb uren en uren onderwijs gehad. Maar goed, voordat ik eraan ga beginnen, uh, eerst even reclame van mijn kanaal, want dat heb ik ook geleerd. Je, men moet reclame maken, en dat is best leuk. Als vroeger toch ook met tv kijken, maar oh leuk, reclame is er weer. Nou, en wat ik dan afgesproken heb met mijn eigen, want ik doe dan nou niets. Uh, Zo'n reclamefilmpje erin. maar dat had ik ook kunnen doen. Hè. Dan maak ik eens een mooie uh, film. Oh, de Perry7.nl. En dan een flash-flash met een CGI. En dan zie je een smurf door de lucht vliegen. En die wordt opgegeten door een draak of zoiets. En dan komt die smurf toch weer uit die draak naar buiten. En dan ga ook naar YouTube en kijk naar Perry. Maar dan heb je iedere keer hetzelfde. Dat vind ik flauw. Dus ik doe iedere keer weer wat anders is toch leuk? Ik heb je iedere keer andere reclame? En deze keer uh, hou ik het heel kort. Namelijk, uh, dit is een hele korte reclame. <laughs> nee, gewoon als je kijkt, vind ik het al leuk. Dat kan ik zien. Hè, dan heb ik een view. Dat op zich vind ik eigenlijk al genoeg. Hoor. Als ik veel views zie, nou, dan ben ik al blij. En dan kan ik ook zien hoe lang je kijkt. Dat zie ik ook. Uh, Big Brother is watching, joh. Ik kan ook zien hoe lang mensen kijken. En men kijkt in het algemeen een kwartier. Dat mag wat langer. Maar ik weet niet precies hoe dat opgebouwd is. Ik kan me voorstellen dat er nogal wat mensen zijn. die starten dan zo'n filmpje op. en die denken in één seconde. Poep, en die, die kappen dan gelijk. Terwijl er ook heel wat mensen zijn. die het ja, die gaan, die doen het daadwerkelijk waar het voor bedoeld is. Dat het voordat je slapen gaat. En dan doe je hem aan. en dan ga je lekker op je rug staan. En al staande op je rug, uh, ja, uh, val je een keer in slaap. Ja, en maak je ook het einde niet mee. Eh, maar dat is dan wel de bedoeling. Daar zijn ze eigenlijk voor bedoeld. Maar die gemiddelde kijktijd die mag omhoog. Dat uh, zou ik helemaal niet. Dat zou ik terecht vinden. Dus meestal toch wel aardig. En ik luister ze zelf ook allemaal na. Dat is ook even reclame voor uh, wat je doet voor dit kanaal. Ik zet niet zomaar alles erop. Echt niet. Alles lu luister ik minimaal één keer na, soms twee keer. En het gebeurt dat ik iets twee keer heb nageluisterd en vlak voordat ik ga uploaden, dat ik denk: nee. <tus> en dan verplaats ik hem naar de prullenmand. En dan doe ik empty trash en is weg. Dus ik ben kritisch, maar een zelfcensuur. Dat moet ook wel, vind ik hoor. Ik denk dat ik 30, 40 procent van wat ik inspreek, dat doe ik uploaden. Echt niet meer. De helft misschien. Nou, dit was wel genoeg reclame, vind ik hoor. Onderwijs. Nou, iedereen in Nederland heeft onderwijs genoten op een hele enkele uitzondering na. De mensen waar ik dan voor werk, dus ik werk in de Ja, daar zitten mensen bij uh, die, ja, die, hebben, die zijn een categorie, dat heet dan één, die zijn één. Dat betekent éénjarig. Dus die hebben het geestelijk vermogen van een eenjarig kind. Of twee. Die zijn drie. Vier. Ja, die mensen hebben geen onderwijs gehad. Die kunnen ook helemaal niks. Die kunnen ook echt helemaal niks. Mismaakte lichamen en ja, zeg het maar. Ze zijn heel aardig hoor. Of nou, van sommigen weet ik het dan niet. Maar. Van enkele, ja, die vind ik echt wel aardig. Die kijken heel lief naar mij en uh, altijd lachen. Maar gemiddeld gesproken, voor de gemiddelde mens heeft iedereen onderwijs gehad. En dan is de interessante vraag, wat heb jij ervan opgestoken? ik ben nu Hebreeuws aan het leren. En ik had laatst zo'n. Kijk hoor. Dat, ik had een heel handig overzichtje. Ja, oh, dat heb ik weggegooid. Dat is jammer. Maar ze houden dan bij op die website, Duolingo is dat. Het hoeveel tijd je er aan besteedt. Nou, de totale tijd die ik besteed heb aan het leren van Hebreeuws. En ik weet nu echt al wat. Ik weet uh, vader, ik weet moeder. Ik weet uh, houden van. En ik weet uh, komen. En ik weet hot. Ik weet brood, ik weet melk. En ik weet iets van de syntax. Dus, uh, en dan een beetje hoe je het uitspreekt. En ik kan het schrijven dan ook. Dus uh, vader komt eraan. Dat, dat is Ababa. Vader komt is dat. Ababa. En kan ik schrijven ook. Nou, wat heb ik nou totaal besteed? Dat is bij elkaar nog geen uur. En dan doe ik het wel elke dag. Maar een paar minuten per dag. En dan hebben ze dat heel leuk bij Duolingo. Hebben ze dat opgeknipt in hele kleine stukjes. En dan kan je kiezen of je één stukje doet. En dan krijg je tien uh, punten. Plus zoveel bonuspunten. Dat is echt heel grappig. En. Uh, die bonuspunten krijg ik denk ik omdat ik heel trouw iedere dag. En dan krijg je bonus. Dan kan je puntjes verzamelen. En. Dan kan ik ook twee doen. en Dan heb ik dus extra veel puntjes. En dan hebben ze ook nog een soort hitparade. En dan doe je als het ware een wedstrijdje met andere mensen die ook Hebreeuws aan het leren zijn. Nou, je kan je voorstellen dat als ik dit volhoud, stel ik het een jaar lang vol. Dan kan ik. Uh, ja, ik, ik weet hoe je... Ik hou van wijn bijvoorbeeld. Ja, ik kan het nu even niet ophoesten of zo. Ik kom eruit. Daar kom ik uit. En water, dat is mayim. weet ik ook. Ik denk dat ik eigenlijk nog wel meer woorden weet... Dat ja, beginning is bereshit. Scheppen is bara. <laughs> dat is de genese Bereshit, bara, Elohim. Nou, ken ze kennen wat meer uh, Hebreeuwse dingen. Maar kortom, dat heb ik ze al geleerd binnen een uur. Nou, stel ik houd het in vol en dan gaan we even uit van 10 minuten per dag. Dat is dan, dan moet ik wel, dan ga ik wel verdubbelen. Maar zou 10 minuten per dag, vanaf nu, een jaar lang, zeg, dus 400 dagen. Dan een 10 minuten. En dan zit ik dus op 4000 minuten. Pak even de rekenmachine erbij hoor. Rekenmachine. Dan zeg ik nou 4000 minuten. 1000 en dan gedeeld door 60 minuten per uur. Dan heb ik dus 66 uur. En over een jaar heb ik dan 66 uur Hebreeuws gestudeerd. Nou, dan ken ik het. Huh. Dan kan je mij dumpen in Tel Aviv, en dan kan ik daar een kamer huren. En, en, dan kan ik uh, naar de supermarkt, dan kan ik uit eten gaan. En, uh, en dan kom ik nog thuis ook. Uh, weer terug naar Nederland, zeg maar. Dan wil ik de weg naar het vliegveld te vinden. Dus, ja. Dan kan ik Hebreeuws. In 66 uur. En als je dan kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs... leren ze je daar in 66 uur Hebreeuws. Of in, in 100 uur, zeg maar? Nee. Hoe kom je erbij? Los van het feit dat ze Hebraeus niet doseren hier op school... Hè? Maar neem ze iets als Engels. Hè? Mijn dochter, die kan Engels, jongen. Echt ongelooflijk. Maar dat heeft ze niet geleerd op school. No way. Dat schudt ze uit de mouw. En waar heeft ze Engels van geleerd? Nou, uh, punt 1. Madame zit als modern kind elke dag op internet. En moet dan de nodige hoeveelheid YouTube-filmpjes kijken. Van allemaal interessante jongens. En al die filmpjes zijn in het Engels. Ja. Die kent haar slang wel. Dus uh, toen ik zei dat de een of andere vice-president van Amerika. Uh, dat hij Dick Cheney heette. moest ze gelijk lachen. Dick? Heet die Dick? Ja, zij wist wat een dik was was het twaalf. En ik heb haar... vanaf haar nou, tiende... was dat... ja, toen zat ze nog op de lage schaal. Keken wij... want ze had... gemiddeld twee dagen in de week had ze bij mij. Even kijken hoor, zaterdag, zondag... maandag, dinsdag. En dan maandag, dinsdag. Nee, drie. Drie avonden in de week had ze bij mij... En dan keken wij onder het eten naar oude uitzendingen van Star Trek. Van de tv. Dus niet, niet die moderne toestand, die vind ik helemaal niet leuk. Maar die oude met uh, Captain Kirk en met uh, die man, die Captain Picard. En daarna met die vrouw, Weet ze ook weer. Maar die weet ik ook nog wel. Dingen er nu. Jane ik weet het wel. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. And, uh, it's continuing mission to explore strange new worlds... and to boldly go where no man has gone before. En dat keken we dan... Met Engelse ondertitels. Punt 1. Uh, ik, had, ik stond daarop, want ik regelde dat. Ik had een vriendje en die regelde: die, die kan zo illegaal downloaden. Ik zal niet vertellen hoe die heet of zo. Ik zal hem niet vertellen waar die woont. <laughs> dat is trouwens al jaren geleden. Maar dat mag dus helemaal niet. Maar hij deed dat dan wel en hij regelde dat met Windows en peer-to-peer uh, -peer, uh, ellende en zo. En ik ging dan eens in de maand ging ik naar hem toe met een plastic tas met bier. En dan kreeg hij die plastic tas met bier. En dan kreeg ik een envelopje met uh, zoveel dvd'tjes erin. Met allemaal Star Trek-uitzendingen. En wij keken dus drie uitzendingen per week. Minimaal. Met Engels ondertitels. Ja, dan gaan we leren. Hè? Dus het Engels wat ze nog op school kreeg. ja, dat was leuk voor de grammatica. Wat grammatica regels. Want. De, de, ja, dat heb ik niet echt gedaan met haar. Hè? Maar spreken. en lezen. was geen probleem. Kijk. Dat is. Uh, dus het leren. Uh, dus mijn dochter kan heel goed Engels. maar dat heb. Dat heb ik haar geleerd. Door haar naar die Star Trek-uitzendingen te laten kijken. Zo zie ik dat. Ik heb het hoofdwerk gedaan. En dan komt de school er nog een beetje achteraan, want Engels is een verplicht vak en dat is verder niet erg. Maar die hebben haar geen Engels geleerd. Wat leer je nou verder nog op onderwijs? Weet jij het? Ik niet hoor. Ik weet niet wat ik op de lagere school geleerd heb met onderwijs. En wat ik niet buitenschool heb geleerd. Maar toen ik zes was, kreeg ik een bibliotheekkaart. En ik haalde en dan mocht je maar zoveel boeken per keer meenemen. Nou, en ik haalde het maximum aantal boeken. Nou, Bijna of zo. En die verslond ik. En moeder die irriteerde zich er helemaal dood aan. Ze vond het zo debiel. En nou, als ze mijn moeder mij wilde straffen, dan, dan deed ze wel eens van uh, ga naar je kamer. Nou, toen kwam ze erachter dat ik dan op mijn kamer een boekje ging lezen. Nou, dat was dan nou gelijk... Uh, Ga naar je kamer en je mag geen boek lezen. Dus dan moest ik op mijn kamer zitten. Maar ja, en dan ging ik op mijn kamer knutselen. Ze vonden het zo moeilijk. Om mij te straffen, hè. Wat is nou een goede straf? Dat zei ze later nog tegen mij. Ik ben helemaal gek voor jou. Dan stuurde ik jou naar je kamer voor straf... En dan ging ik na een uur ging ik naar boven en dan zei ik tegen jou dat de straf voorbij was, en dan kwam je helemaal niet van je kamer af. Nee, maar dan was ik bezig. Ik moest dan naar mijn kamer. Maar wat dan hielp, was een algemeen uh, 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 leesverbod. Dat heb ik ook gekregen. Was ik heel erg stout geweest. Mocht ik niet meer lezen. Ja, dat hielp wel. Dat, 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 dat vond ik echt ongelooflijk vervelend. Van een week lang mocht ik niet lezen. Zo, man. Ja, dat wordt niet aardig. En daar heb ik veel van geleerd, dat, dat weet ik nog wel. Een boek over de natuur en... Maar ook zo'n heel leuk boek van de bibliotheek, dat heette Scheikunde thuis. Ja, ik wist al, op de, op de lagere school wist ik al dat soda, dat is basis. En azijn, dat is zuur. Oeh. En ik had een tante, en die werkte als medisch analiste. En die nam dan van haar werk, nam ze dingen mee reageren reageerbuizen, uh, erlenmeijers, maar ook van die, weet je die dingen, van die ronde kolfdingen. Ze. En ik werkte dan met slangetje. oh ja, kurken, kreeg ik ook mee. Zij had dan van die, uh, ik kocht van die echte kurken, kurken, die kocht ik bij de drogist. En van die rubberkurken, die nam zij van me mee. Een kurken met een gaatje erin, dus dan kon je daar een, een glazen buisje erheen prikken. En dan uh, prik je het dan op, een reageerbuis, en aan zo'n glazen buisje deed je dan een slangetje. En ja, zo heb ik uh, spiritus uh, gedestilleerd. En we hebben alcohol gemaakt. Nee, nee, dat zeg ik fout. Hè? Wijn of zo, wijn of bier of zoiets. Spiritus is natuurlijk alcohol, natuurlijk. Ik heb gedestilleerd op mijn kamer. Wat ik nou op school heb geleerd, ja, ik heb er geen zak geleerd hoor. Wat ik niet buiten school heb geleerd. En later op de middelbare school werd dat anders. En daar heb ik echt dingen geleerd met wiskunde, natuurkunde, scheikunde, met biologie. Ja, ah, ging het wel echt op niveau. Maar de lagere school, ik zou het niet met. Vond het ook niet per se leuk op de lagere school. Je hebt wat te doen, het houdt je van de straat, maar, ja. Nou, daar heb je het ook mee gehad. En op de middelbare school, ja, daar had je uh, zo'n vak, uh, ja, gym. Dat was belachelijk. Daar had ik een hekel aan. Vond ik heel erg. Dat was verplicht. Oh, wat stom, man. En toen ik uiteindelijk, toen belandde ik op het Atheneum in Groningen. En ik woonde toen 13 kilometer van de stad. En het Atheneum zat in de stad, in het centrum, vlakbij de Grote Markt, in de Janstraat. En 13 kilometer fietsen naar school. En dus ook weer 13 kilometer naar huis. En iedereen op die school, die zat behalve één jongen, ja behalve twee jongens bij mij in de klas, die woonden ook boven Groningen. Maar de rest kwam allemaal uit haren en glimmen en Eelde en Paterswolde. Noem nog eens zo'n stad daar. Dorp. Norg of zo. Anyway, als je dan even met een vriend nog na school wat leuks ging doen en die woonde dan bijvoorbeeld in Haren. ja, dan fiets je Haren is acht kilometer van de stad of zo naar het zuiden en dan, dan, dan fiets je even weg, Hoelolo, even fietsen naar Nou en dan was je daar klaar met je leuke dingen en dan fiets je weer naar huis ja, en dan moet je vanuit Haren naar waar ik woonde, Groot Wetsingen. Oh ja, dus uh, 20 kilometer weer naar huis. Kortom, op een dag fietste ik minimaal alles bij elkaar. 30, 35 kilometer per dag fietsen. Ja, dank u wel. En dan moet je ook nog eens in de week twee uur lang sporten. Wat de f? We woonden op een oude boerderij daar. En er moest van alles gebeuren. Dus in het weekend stond ik met hamers te slingeren en met zagen te zagen. We moesten ook nog werken in de moestuin. En dan moet je ook nog bewegen op school. Jezus. Nou, uh, niet dus. Ja, ik moest wel. Ja, uh, voor zover het moest, heb ik het gedaan. Uh, voor zover ik maar enigszins de mogelijkheid had, uh, kwam ik niet. En met mij een uh, hele hoop andere mensen hoor, die dat vertikten. En ik weet nog, je moest ermee oppassen, de, 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 als het gym was en je zou door de voordeur naar buiten lopen... ...ja, dan werd je gespot door de conciërge. Dat moet je niet hebben. Ja, hé, hey, waar ga jij naartoe? Maar ik had me dan aangeschurkt bij uh, ja, de alternatieve oost van de klas. En er was dus ook uh, een achteruitgang met een steegje en alles... En als je precies wist hoe je moest lopen, dan kwam je uit bij de achterkant van een café. En daar kocht je dan voor één gulden 50 of zo, 60 eurocent, cent, dan kocht je een kop koffie. En dan mocht je daar de twee uur doorbrengen. Met een boekje, zo. En dan weer terug naar school. En die gymleraar, die deed er niet zo moeilijk over, niet zo dat hij je presentielijsten bijhield of zo. Ik had op mijn rapport dat ik voor Gim, wat ik veel, 5,6 of zoiets. Dat was wel aardig van die vent, waarna nou, je krijgt geen onvoldoende. Die wist ook wel dat hij mij bijna niet gezien had. Ik weet nog een keer, we hadden een sportdag, daar moest je dan naartoe. En dan was die sportdag was klaar en die was ergens in Haren of Glimmen, dat is onder de stad. En het was best lekker weer en ik was mijn spullen aan het pakken en die man zei, hé, 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 voordat je weggaat moet je eerst douchen. En ik zei tegen die man van, oh ja joh, ik moet nog twintig kilometer fietsen naar huis, snap je? En als ik thuis kom, dan ga ik altijd even douchen, dat deed ik ook. Elke dag, als ik vanuit de pokken en het gefietst had. Nou, elke dag. Maar meestal is het zeker, ja... Nee, dan ging ik douchen. Niet met mijn stinkende zweetkleren, nee. Dus ik douchte, ja, s'avonds douchte ik niet. Nou, dat kwam op neer, ja. Douchen, dat deed ik als ik thuis kwam van school. Even de tas uitpakken, spullen neerzetten. En dan ging ik onder de douche schone kleren aan. Nou, ja, en dan huiswerk ja, maken deed ik nooit. En dan ging ik wat leuks doen, gitaar spelen of zo. En dan gingen we eten, la. dan kwam die avond en dan ging ik zonder te douchen ging ik naar bed. Dat was mijn dagindeling. Dus ik zei tegen die man, ik ga straks douchen als ik thuis ben. En ik ga nu al gaan douchen, maar als ik dadelijk thuis ben, moet ik dan weer gaan douchen? Omdat jij dat zo leuk vindt? Nou, ik dacht het even niet. Doei. Die maar een klacht in bij de schoolleiding. Maar die, dat ateneemonderwijs, dat was wel ja, tof. Dat heb ik wel veel geleerd. Het was ook lekker up-tempo. En dat vond ik op het primair onderwijs. Dat ging al zo langzaam. Het ateneem, dat ging lekker snel. Moest je echt bijbenen. En er waren ook alleen maar de vakken die ik leuk vond. Nou, Engels vond ik dan geen biet aan. Dan vond ik saai. Nederlands vond ik ook saai. Dat, dat, ja. Nederlands dat is op te nemen. Hè? Moet je naar Nederlands en Engels doen? Ja. Ik las graag. Ik las alles wat los en vast zat. En dan moet je ook nog naar Nederlands. Ik weet dat we bij Nederlands. ...werd er een stuk voorgelezen... ...was een verhaal van... ...die, die, die smeerlap. Die hofjood. Hoe heet die ook weer. Jan Wolkers. Hoe piggen je niet negatief over joden? Ja, 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 ja. Jan Wolkers, daar word je blij van. Ik weet niet eens of die joods is. Maakt me ook niet uit. Een walgelijke auteur. Nou, en er werd een verhaal voorgelezen van hem en het heette Serpentina's Petticoat. Dat komt uit een verhalenbundel en die verhalenbundel heet ook zo. Dus het is het titelverhaal. Er nou, werd een voorgelezen in de klas en toen werd er gevraagd aan de klas uh, Wie van jullie vindt dat dit dit verhaal niet kan? Wie vindt dit uh, voorbij de goede zeden? En ik was de enige die zijn vinger opstak. Zonder schaamte. Maar kom maar op. Ik, ik, Jan Wolkers. Uh, gatverdamme. Door Jan Wolkers, Maarten het Hart. Uh, Gerard Reven of Van het Reven, Dat is een reetridder, by the way. Maarten het Hart is een transseksueel. Hé, hey, een travestiet. Sorry. Uh, kortom, dat is een sodomite. En, en Jan Wolken is ook een smilap. Ja, en dat krijg je dan op school. Dan moet je van die rotzooi gaan lezen. Ga weg. Kijk, uh, Albert Camus. Dat noem ik nou een auteur. Die roman van Albert Camus, die heet De pest. Dat is literatuur. En dat lees je met plezier. En er zijn nog wel wat andere auteurs die ik echt wel leuk om te lezen vind. Maar zijn er te veel? Nee. Wat maakt de biseuvel? Dat wel koddig. Maar echt veel? Nee. En heb je dan het vak Nederlands? Ja. Onzin. Kijk, een mens houdt van lezen. Zoals ik, of niet. Nou, heb je meegehad? Nederlands is een hartstikke mooie taal. En je zou vooral goed uit moeten leggen hoe de taal in elkaar zit. Je bijvoorbeeld een keer een goed verhaal houden over waarom wij spreken van het huis en de tent. De vader, de moeder, het kind. Dan moet je bij die Fransozen niet omkomen. Ja, die hebben van dat de, de, de seksengebonden gebonden taalgebruik. En die hebben ook van die rare gewoonte: dat je zegt van ja, um, dat is Peter haar zus. Dat zeggen wij niet. We zeggen dat is Peter zijn zus en niet haar zus. <laughs> dat doen die Fransen dan weer. Maar voor de rest het is het de vader, de moeder, het kind. En dat stemt volledig overeen met het begrip dat het de tent is. En het huis. Heeft ermee te maken dat de vader en moeder en tent dat zijn sterke begrippen. Een tent is een heel sterk ding. Dat, een tent die, uh, die breek je af en die bouw je weer op. Even zo'n tentje waar je in kan kamperen dan. Hè? Een tent hè, dus, uh, is niet kapot te krijgen. Zelfs als je hem afbreekt, heb je hem zo weer opgebouwd. Dus een tent is een sterk begrip. Een vader is een sterk begrip. Een moeder is een sterk begrip. Dat is allemaal de, 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 de overheid. En een kind, dat is een, uh, dat is een zwak begrip. Daar moet voor gezorgd worden. Een huis is ook zwak. Een huis moet je altijd voor zorgen. Oh, het huis staat in de brand. Oh, de dakgoot is lek. Oh, de voordeur piept. Ja, Zo'n huis heeft verzorging nodig. Dus het is het huis. Het is de stad en het dorp. Ja, dat zouden ze kinderen moeten leren, maar dat wordt er niet gedaan, dat vind ik ook flauw. Ik vind de kwaliteit van het onderwijs, dus vind ik heel laag. Slecht uitgevoerd. En wat ik zorgelijk en irritant vind, is dat onze kinderen daar verplicht naartoe moeten. En het kost uren en uren en uren. Ja, ik vind het echt niet goed. Ik heb mijn kind Engels geleerd. In een periode van dus de basisdingen. Dat ze het gesproken woord hoorden en dat ze het geschreven woord eronder las. Dat is een periode van... Hoe lang heeft dat geduurd, alles met elkaar? Misschien drie of vier jaar of zo. En dan gewoon spelenderwijs wijs onder het eten. Uh, mijn kind die heeft Duits gehad, maar de Duits is niet helemaal je dat. En ik heb ergens zo'n gevoel dat zij toch in Duitsland wel een goede uh, carrière zou kunnen maken. Als uh, ja, Hollands kaasmeisje. Vrouw. Ik weet niet hoe ik erbij kom, maar uh, zo'n gevoel is dat dan. Nou, mijn dochter is nu 19 en nou, ze woont natuurlijk op kamers. Dat is, nou, ze zit bij de moeder, maar uh, ze heeft dan een kamer. Ik hoop dat die inmiddels een beetje klaar is. Maar stel, ze zal weer bij mij intrekken. Nou, ik heb het er zo ingestampt. Hè. Het is een kwestie van discipline. En dan gewoon 10 minuten per dag, kwartiertje per dag. Elke dag een beetje Duits, zo voor elkaar. En dan gaan we dus nou eens uh, oude uitzendingen kijken van taatort... Plaats, plaats des delicts. Ja. Dat is Ort der Taat. Taatort. Dan gaan we naar Taators kijken. Met Duitse ondertitels natuurlijk. Alles klaar, commissar? Leer je het ook zo? Dus waar heb je nou onderwijs voor nodig? Ja, beroepsonderwijs, uh, uh, hoe zeg je, uh, onderwerpgebonden onderwijs. Nou, kan ik me iets bevoorstellen. Maar moet dat dan uh, via al die ingewikkelde instanties en zo? Ja, daar zit bij mij dan de vraag. Hè? Want moeten wij niet? Heel anders gaan denken over het onderwijzen van de jeugd. Heel anders. Wat mij betreft wel, hoor. Ik raak er meer en meer van overtuigd dat wij. Onderwijs moeten zien als een mondiale kwestie en dat daar een wereldwijde oplossing voor moet komen. Want of je een kind uit Surabaya uh, de fijne kneepjes van de stelling van Pythagoras uit wil leggen. Of een snot uit, snotaap uit Chicago, daar maakt geen donder uit. Wiskunde is wiskunde. Biologie is biologie. Ik zou ja en waar ik dan waar ik dan uh, voor zou tekenen. Dat is een mondiaal toetssysteem. Waar een ieder zijn kennis in kan toetsen. Van hoe goed ben ik eigenlijk? En dat je ook de mogelijkheid krijgt om dat te doen onder toezicht. Want als jij in je eentje ergens driehoog achter met je iPhone de toets even doet, dan kan je natuurlijk vals spelen. Huh? Dat moeten we niet hebben. Denkt iedereen dat je geniaal bent in wiskunde, maar er zat iemand bij en die heeft alle antwoorden voor gezegd. Maar dat je dan een gebouwtje hebt? En dan mag je in dat gebouwtje en daar is geen wifi of zo, of geen 5G of wat even. Maar dan word je gecontroleerd of je wordt gefouilleerd. Nee, je mag geen iPhone mee naar binnen nemen. En er is een camera op je gericht. En dan in dat gebouwtje mag je dan op een computer die daar staat even een toetsen. Even toetsen. En dan, dat je dan ook een mondiaal diploma hebt. Lijkt mij uh, ongelooflijk voor de hand liggend. De Verenigde Naties die houden zich nu bezig met het verbieden van oorlogen. En er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest. als sinds dat de Verenigde Naties allerlei oorlogen aan het verbieden zijn. Ja, dat hoor je goed. En ook hebben ze dan nog overal te maken met die oorlogen. Dus ze zitten, zitten er ook mee te bemoeien. Dan noemen ze dan vredesmissies. Ha, 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 ha. Maar laten die Verenigde Naties nou eens even zo'n systeempje opzetten. Oh, maar mijn dat is heel ingewikkeld hoor. Want dan heb je dus, uh, nou, dat is heel ingewikkeld. Nou, het punt is dat ik maak zo'n systeem. En dan niets met uh, toeters en bellen natuurlijk. Hè? Maar even... Dat noemen ze de back-end. De back-end... Dat moet ik binnen een half jaar... Uh, helemaal werkend hebben. En dan tweetalig. Namelijk... Uh, de taal van het land die de toets aanbiedt. En Engels. Dus uh, dat er een toets in het Nederlands komt... Dat is het probleem van een Nederlandse... toets aan leveraar... En elke toets is in het Engels. Dat, dat is als eerste de beslissing. Engels is de wereldtaal, dan dus zijn we daarmee klaar. Het is natuurlijk jammer dat Nederlands, omdat het de mooiste taal ter wereld is... dat dat dan een tweede plaats in moet nemen. Maar dat is niet erg. Want het is al lang gebleken dat mensen die een goede beheersing hebben van Engels... dat die het makkelijkste als tweede taal Nederlands leren. Ja... Dat is zo. Dus als iedereen al Engels gaat leren, dan komen wij dan in de tweede ronde er vanzelf achteraan. We doen even Engels als voertaal: een mondiaal toetsingsysteem. Multiple choice, heel makkelijk. Als je geen toeters en geen bellen wil, en waarom zou je dat willen? Heb je helemaal niet nodig, want je hebt nu helemaal niks, namelijk. Dus dan heb je een systeem zonder toetsen en toeters en bellen, en dat is beter dan helemaal geen systeem wat je nu hebt. Want een systeem met toeters en bellen, dat kan wel tien jaar gaan duren, en daar zitten we niet op te wachten. Ja, ik moet ook kunnen werken op een smartphone van de Noord-Koreaanse maatschappij. En dan ook met de nieuwste uploads van, ja, wat ik wil allemaal compatible is. Ja, dat is allemaal niet. Hè? ...geen gesodemieter. Ja, dat zou ik fijn vinden voor... ...en dan alleen toetsen dus. Hè? Nou, wat moet zo'n systeem kosten? Maar helemaal niks. Als je dat mondiaal aanpakt... ...kost dat helemaal niks. En zo'n zo beoordelingssysteem... Hè, ...van wie is dan het beste... ...ja, dat is vrij simpel... Uh, iedereen scoort. En jij behoort tot de top 10%. Of niet? Dat is een percentielwaarde. Dus dan heb je niet langer een, een cijfer. Maar je bent dan uh, qua wiskunde ben je gemiddeld. Ben je 50%. Ben je modaal? Dus je, je, je wiskundekennis is modaal. Dat betekent dat 50% van de wereldbevolking. heeft minder verstand van wiskunde dan jij. En 50% van de wereldbevolking. heeft meer verstand van wiskunde dan jij. Van wiskunde dan jij. Nou. En als jouw percentiel. 98 is, betekent het dat. 98% van de mensen. minder verstand heeft van wiskunde dan jij. En 2% van de mensen. heeft meer verstand van wiskunde dan jij. Nou, ben je ook gelijk van hele cijferprobleem af. en dan ben je ook... Uh, ja, nou, wat, wat nog heel vervelend is... even over onderwijs. Uh, dus wat heel interessant dit. Uh, het is vastgesteld dat... Uh, volgende generaties... die worden slimmer. Per definitie. Op voorwaarde dat de generatie daarvoor... wel iets aandacht schenkt aan onderwijs. Huh? Maar dan is de volgende generatie al te slimmer... Nou, als je hiermee gaat beginnen, dan betekent het dus dat wij dan dat, dat slimmer worden der mensheid, dat kunnen wij dan gaan meten. Want als wij het op het, op het internet het allemaal gaan toetsen, dan gaan we die gegevens niet weggooien. Hè? Gegevens weggooien, dat doen ze bij dat uh, Noord-Amerikaanse ruimteagentuur, de NASA. He, daar doen ze aan gegevens weggooien, want dat is vanwege het milieu. Want als je al die gegevens gaat bewaren, dat is milieuonvriendelijk. En daarom hebben ze alle gegevens van de maanlandingen, die hebben ze weggegooid. Om op te ruimen, snap je? Want anders heb je CO2 belasting. Ja, ik maak er maar even een grapje van en als jij denkt van nou, er moet een andere reden voor geweest zijn, dan nou, gaat even vragen aan de NASA. Maar ze hebben alles weggegooid. De IPCC, het Intergovernementele panel op de klimaatverandering, dus intergovernmental panel on climate change, IPCC, die heeft alle gegevens weggegooid die ze verzameld hadden over de mondiale temperaturen. Dat was vanwege het milieu, want als je al die gegevens bewaart, dan slecht voor het milieu. Ja, dat snap je toch wel? Ja, dat moet je niet doen. En het IPCC, die moet natuurlijk heel erg milieuvriendelijk zijn, dus die hebben al die gegevens weggegooid. Maar dat doen we dan niet. Want wij zijn niet zo debiel als de NASA of het IPCC. Nee, wij zijn namelijk onder leiding van Perry Winkel en wij doen het heel verstandig en wij gooien dat absoluut niet weg. Ja, maf. Nee, daar slaan we op, natuurlijk. Oh, maar Piggy, er worden heel veel gegevens. Ja, weet je hoeveel gegevens? Nou, dan nemen we even als eenheid van gegevens nemen we het aantal uh, megabyte. wat er dagelijks wordt geproduceerd aan porno. En dan niet met al die kopieën, nee, al die vers gedraaide porno. Huh? Met brunettes en blondines. en uh, luierseksporno. en een uh, porno in. Uh, dat is ook weer in de natuur. En dan porno met schoenen, porno zonder schoenen. Dat wordt elke dag gemaakt, hè, die porno. Porno met mannen. Nou, dan hebben we ook nog porno waar ik het niet over heb. Want dat is strikt en strikt verboden. Behalve in Nederland. Dan mag iedereen dat maken. En ook dan verkopen ook. En dan zegt geen hond wat van. Behalve dan ministers die zeggen van... Ja, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Ja. Maar nemen we al die porno. Ja? En dan de dagelijkse productie... 1 megabyte van die porno. Nou, daarvan 1 promiel. Dat is ongeveer uh, de jaarlijkse productie aan uh, toetsgegevens. Ja. Dus 1 promiel van de dagelijkse pornoproductie aan data. En dan niet te kopieën, want als je die bij gaat tellen, dan schiet je helemaal uh, door het plafond. Nee, we nemen alle vers gemaakte, film, vers gemaakte filmpjes. Dus 1 promiel van de dagelijkse porno bytes uh, Dat heb je ongeveer jaarlijks nodig aan opslag. Ik denk misschien nog wel wat minder. Geweldig, ik zie je dat helemaal voor me. En dan wordt duidelijk dat ze in India hele slimme kinderen hebben. En ja. En joden. Die zijn ook niet gek hoor. En ja, dan gaan we het zien. Hè. En dan gaan we ook zien dat in gebieden waar men uh, ja, hele lage percentielen heeft op gebieden als natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologieën, uh, noem het maar op: dat daar dan ook regelmatig natuurrampen zijn. Uh, in de zin van uh, hongersnood, droogte, wateroverlast. Uh, ...omgewaaide flatgebouwen. Hè? Dan weten we ook waar de oorzaak ligt. Hè? Of instabiele regeringen, corrupte toestanden. Ja, dat heeft allemaal te maken met. Uh, uiteindelijk denk ik dat je daar een correlatie in gaat ontdekken. Ja, dat zie ik voor me. Kijk, Dat, dat vind ik dus goed qua onderwijs. Ik, ik ben helemaal pro-onderwijs... maar ik vind de manier waarop het nu... Uh, draait hier in Nederland... en België... en nou, in, in, op de wereld, zeg maar... Uh, vind ik ongelooflijk... achterlijk. Retarded. Ja, dus ik wil zo'n mondiaal toetsingssysteem... Dat hoeft geen drol te kosten. En ja, dat maakt gelijk duidelijk welke kinderen er onderwijs nodig hebben. Want kinderen zoals ik, ja, die hoef je alleen maar een bibliotheekkaart te geven. En zelfs dat hoeft tegenwoordig niet meer. Kinderen zoals ik hoef je alleen maar een internetaccount te geven via een provider. En wat goede websites waar alles netjes. En dat kan je ook weer mondiaal regelen. Waar alles over natuurkunde, alles over wiskunde, alles over scheikunde, alles over bla bla bla. bla. En dan is het altijd leuk. Bijvoorbeeld hier in Arnhem. Als we dat zo zouden regelen. Nou, dan zijn er ook kinderen. En die, ja, die, hebben, dat, uh, die hebben dat gezelschap nodig. Kinderen zijn mensen en mensen houden van samenkomen. Nou, hier in Arnhem ligt de middenstand totaal op zijn gat. Er dus zijn allemaal winkelpanden, zijn hartstikke dicht. Kantoorpanden, allemaal leeg. Allemaal ruimtes, allemaal hartstikke leeg. Nou. Uh, dan Die ruimtes, die pletteren we vol met uh, leuke zithoekjes en alles. En dan doe je iemand zoals mij uh, erbij. En ik geef die kinderen wel uh, een beetje onderwijs. Dus nou, uh, dat er ook kleine lokaaltjes zijn. Dat, 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 dat ik met een, met een bord uh, en, een, en een stift of krijtjes, uh, dat ik even wat schetsjes maak. En uh, dat ik wat dingen toelicht. En, uh, en dan is de les weer voorbij na twintig minuten. En dan gaan de kinderen weer lekker achter de iPad zitten. En in dat gebouw is niet alleen uh, zithoekjes en leeshoekjes en dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk ook er zijn er toiletten die zijn schoongemaakt. Eh, ik maak momenteel toiletten schoon voor de gehandicaptenzorg. Nou, stel als zelfs ik dat kan, dan, dan kunnen mensen ook de toiletten schoonmaken in zo'n gebouw. Nou, dan toch. Hè? Nou, de gangen moeten gedwijld worden. Nou, en een paar pingpongtafels erin. En een paar schaakborden erbij. Nou, dan ben je toch klaar? Dan kunnen je kinderen, die kan je daar de hele dag dumpen. Nee, dan doen we dat toch. En verplicht? Nee, natuurlijk niet. En het zou leuk zijn dat die ouders, die dan hun kinderen daar dan dumpen, dat die dan ook een beetje meehelpen. En als ze dan geen tijd hebben, dat ze dan meehelpen door even 500 euro te storten. Voordat er, er moeten schaakborden aangeschaft worden, bijvoorbeeld. Nou, iemand moet dat betalen. De internetlijn die, die moet opengehouden worden. Ja, iemand moet dat betalen. Dan mogen bedrijven mogen dat sponsoren. Dat hoeft helemaal niet via de overheid. Dat regelen we zelf toch. Wat is dat nou? Zeker in een stad. Kijk, op het platteland is dat wat moeilijker. Maar op het platteland moet je dat maar oplossen dat die kinderen met een busje naar de stad mogen. Dan moet iemand met een busje heen en weer rijden. Ja, in de stad, oh lekker, de kinderen bij elkaar, in grote klassen, dingen zijn... Of ja, niet te groot, maar hè, dat hoeft toch helemaal niet. En iemand zoals ik, ik ben nu 60. Oh, ik hoef er echt niet acht uur per dag die kinderen lastig te vallen. Een paar uur per dag heb ik wat onderwijs. En voor de rest speel ik een potje schaak met die jongens en meisjes. En wat moet ik nou verdienen? Dat is echt niet zoveel. Hoeveel kinderen kan ik tevreden houden? Nou, 10, 20, 30. En wat, wat moet ik dan netto mee naar huis nemen in de maand? Nou, echt niet zoveel? Ja toch? Kijk, zo kan je het aanpakken. En zo moet je het aanpakken. Dat is heel verstandig om het zo te doen, snap je? En wat we nu doen met dat hele georganiseerde gebeuren vanuit de overheid. Houd toch op. Het was een veelgehoorde klacht op het middelbaar onderwijs. een vak als wiskunde bijvoorbeeld. Hè, dat, dat mensen zeiden van ja, dan leer ik hier de stelling van Lopital, maar wat heb ik er verder aan in mijn leven? Nou, daar hebben die kinderen echt een punt. Maar ze moeten die rare stelling van L'Hopital wel leren. Van als f gelijk is aan 1 gedeeld door g, dan is de afgeleide van f gelijk aan 1 gedeeld door de afgeleide van g. Ja, maar wat moet een kind er nou mee? Wat heb je daar nou aan in je dagelijks leven? Ja, laat het even op je insinken. En praktische, ding, praktische dingen, zoals leren om bijvoorbeeld je wil bakker worden, je wil brood leren bakken. Ja, dat ga je maar leren op de bakkerschool. Want bij een bedrijf. En een bedrijf kan dan zeggen: van nou, wij willen je wel opleiden, maar wij willen je alleen maar opleiden als jij een 70%, nou, noem het maar wat heb. He? Dus je moet wel ergens goed in zijn dat je op het internet heb je goed gescoord en je bent dus goed in weet ik van wat biologie of whatever. Dus stel jij wil opgeleid worden tot uh, natuurbehouder, boswachter of zo. Nou, dat mag wel, maar dan moet jij wel een 80-percentiel hebben op, in biologie en een 60 in wiskunde. Of oh, wat ze maar verzinnen, een of ander profiel. Ja, natuurlijk. Maar de hele, dat hele idee dat je aan mas mensen zit te produceren... en die worden de maatschappij ingestuurd met diploma's... en dat lijkt dan heel erg wat, want dan hebben ze een Masters of Science in de huppeltje maar tegen de tijd dat ze dat diploma dan in ontvangst nemen, weten ze echt niet meer hoe de stelling van Lopital in elkaar zat. Dat hebben ze wel ooit geleerd, maar ze weten dat niet meer. Wat heb je nou aan die lui? En wat zegt zo'n diploma dan? En dan weer, ja, maar als je op het internet een zoveel percentiel hebt van wiskunde, dat, dat zegt dan tegenwoordig ook niet zoveel meer. Nou, dat percentiel zegt wat over jou. Uh, over je drive. Over je doorzettingsvermogen. Ja, maar dat doet zo'n HAVO-diploma ook. Ja, nou, dat ligt er maar een beetje aan wat voor een HAVO dat was. En wat voor cijfers had je eigenlijk? Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn uh, hele middelbare schooltijd. Heb ik nooit huiswerk gemaakt als ik thuis was. Helemaal nooit. Ja, helemaal nooit zo overdreven, maar zeg maar nooit. Dat deed, onder, dat deed ik onder schooltijd. In de pauze. In een tussenuur. We hadden wel eens in de week was er een leraar ziek, of een gebouw of een lokaal had wateroverlast of iets anders. Of je had gym. Nou, daar ging ik toch niet naartoe. Als ik de kans kreeg, ging ik niet naar gym. Nou, dan ging ik in die tijd ging ik mijn huiswerk maken. Ja, ik was dus een andere leerling dan al die andere leerlingen. Maar waar bleek dat uit? Ja. Ik heb maar gewoon een havo-diploma net als de rest. Ja, inmiddels dan een VWO-diploma en. Nee, uh... ja, ik vind dat Er uh, mag. Uh... Ik heb het in een andere beschouwing gehad over zoiets als het leger. Daar, daar zou je eens even heel modern over na moeten denken. Want het leger is achterlijk wat we nu hebben. Die jongens en meisjes die zitten te spelen met tanks. Ja, maar een tank heb je tegenwoordig helemaal niet meer nodig. En met F-16 zitten ze te vliegen boven de Noordoostpolder. Maar die heb je helemaal niet nodig. En zo is ook ons onderwijs totaal achterlijk. We hebben dit helemaal niet nodig. Snap je? Nou, ik hoop dat ik iets aan het denken heb gezet bij jullie. En ik zeg op zijn hamburgs, tjus. En dag lieverds.